Verdomme. Had ik me even helemaal mee laten slepen. Waarom vertel ik je dat eigenlijk allemaal? Ja, ik weet het niet, maar ik vind het wel prachtig. Oh ja. Ja, jij hebt nu meer kans om die Jolande van jou weer te ontmoeten dan ik destijds had om het er levend vanaf te brengen, nou? Volgens mij probeer je hem alleen maar op te vrolijken. Hey, Otto, reuze leuk je ontmoet te hebben. En bedankt voor die indrukwekkende kansberekeningen. En je leest het nog wel in de krant. Wat moet ik in de krant lezen? Mijn huwelijksaankondiging met Jolanda. Of het bericht van mijn zelfmoord. Dat zetten ze dan nooit meer in de krant. Er komt hooguit te staan, jonge man overreden door de stoptrein Dalden-Rochelten. Meer niet? Die daardoor een kleine vertraging opliep. Dat kan nooit, want die lijn is onlangs opgeheven. Verdronken in Egmond bij Nijmegen, die daardoor voorlopig niet meer zal klinken. Hoe die klonk. Nou, één zo'n lijk heeft nauwelijks effect op dat echo-effect. En bovendien ligt de echoput bij Apeldoorn. Waarom zou ik daar helemaal naartoe gaan? Je mag er pardon maar wel iets voor over hebben. Dood door vergiftiging na het drinken van een slokje water uit de Waal dan. Burgemeester Valdera heeft er zojuist een complete zuiveringsinstallatie doorgedrukt. Of die dingen nou echt goed helpen is nog maar de vraag. Hoe dan ook, er zal in de krant geen letter over in staan dat het zelfmoord betreft. Probeer het maar eens. Dan zul je het zelf wel lezen. Reeds. Chef! Zo begrijpt niemand er iets van opnieuw, ja? Otto Drissen, ben je terug uit Amerika? Nee, ik zit er nog. Nou, goh, ik zou toch zweren dat ik je hier op het bankje in het Willy Dommel plantsoen zie zitten. Verdomd, je hebt gelijk. Wat is er met dat Willy Dommel plantsoen gebeurd? Onlangs geheel gerenoveerd. Was hard nodig, zo'n facelift. Die muur daar, die is er van gemeentewegen geplaatst om de jeugd de gelegenheid te geven de graffiti op te beoefenen. Uitgerekend nu dat graffiti gedoe op zijn laatste benen loopt. Het is nu de grote rage om alles blinkend schoon te poetsen. Oh, dat is hier ook al doorgedrongen. In de States worden die graffiti-lui nu gezien als oude lullen. Oh. En de kids vinden niets leukers dan ze kwaad te maken door die gedateerde boel overal af te boenen. Oh. Maar middenstand en overheid zijn er niks gelukkig mee. Want al die beschilderde treinen en gebouwen, dat was een enorme toeristische trekpleister geworden. Dromme mensen, gewapend met kunstboeken en gidsen vol reproducties en routebeschrijvingen, komen zich bij VVV-kantoren beklagen. Omdat overal alle sporen van die periode zijn uitgewist. Nou, ik wil niks zeggen, maar ik zie daar duidelijk een grote... Kut. Precies. Ik kon daar zo gauw even niet omkomen. Jij wordt ook een dagje ouder, hè? Wie niet? Luister, jongeman. Zolang jij nog de oude Van Oekel-truc gebruikt van het gratis per spoorreizen door eenzame opsluiting in koffer, ben ik nog lang niet uitgeteld. Reeds. Kijk, zo'n tekening is eigenlijk van alle tijden. Het vagina-motief is een van de oudst voorkomende. Maar ook het vallensymbool mag er zijn. Sommige typische fases staan stijf van de penis, hè? En als je... Ja, en in de oude godschilderingen naar prehistorische mensheid werden ook reeds verschijnselen die duiden of van dat om aangetroffen. Anders zaten we hier nu niet. Ja, mag ik even, ja?